wat een drama was het boodschappen doen. We moesten de kruidvatten in. Nou, echt, dan sta je al gewoon 10 minuten op een mandje te wachten. Goedemorgen, het is maandag en ik ben aangekleed. Ik heb mijn leefshirtje aan en een spijkerrok. Het zat tussen broek en rok in. Spijkerrok, die is van Supertrash. Nee, van Josh V. Het gaat goed hier vandaag. En mijn Guess sneaker wedges. Nou, wat een spraakgebrek heb ik vandaag. Dat is wel leuk, ze heeft ook een lange spijkerrok aan. De leefshirtje, we hebben dezelfde. En ook witte gympa. Ik denk dat ik misschien daar even een fotootje maak en op Instagram plaats. Dus dan kan je dat zien op mijn Instagram. Dat is ook mama pakken. En op mijn Facebookpagina ook mama oppakken. Ik heb trouwens voor vandaag, normaal doe ik ook concealer en zo op. Dat heb ik allemaal vandaag niet gedaan. Ik heb heel mijn huid schoon gehouden. Spraakgebruikdag, ten top hier. Maar goed, ik denk met dit lekkere weer en even dat zonnetje wil ik gewoon even mijn huid kleuren. Maar ik zag net al dat ik heel droog ben, dus ik doe er een heel klein beetje crème nog op tegen die droogheid. En ik heb gisteren wel een masker gedaan en dat was wel echt heel fijn, want het is wel echt een stuk minder. Ik heb net ook al goed gescrubt weer, dus ik denk dat het ook wel daardoor komt. Dus ik zag hier wel echt droogheid. Dus en hier is mijn huid dan altijd wel weer vetter. Ja, dit is wel even beter, want je zag echt zo'n wittig laagje van droge huid. En dat vind ik echt heel lelijk. Maar wel blij, want gisteren door de tuin opruimen, ik zie wel echt dat ik een stuk meer kleur in mijn gezicht heb. Dus dat vind ik wel echt heel fijn. Ik weet niet of het zo... Je ziet het denk ik in de camera niet zo goed, maar het is toch wel een aardig kleurverschil. Ik zag het net na het douchen echt heel erg. Mijn haar eindelijk gewassen, dat was ook echt hard nodig. Dus ik ben het even zo aan het laten drogen. Ik krijg uitgroei, dus ik zit even te twijfelen of ik zo even een spoeling haal om het dan zelf maar weer even op kleur te brengen. Ik vind het niet zo mooi als het uitgroeit. Maar ja, winkels, ja, ik moet toch ook boodschappen doen, dus ik ben er vlakbij. Dus ik denk dat ik al even een spoelingetje ga halen. En dat ik het dan van de week even toch een beetje bijkleur zelf. Eindelijk in de auto. Het heeft even geduurd, Sarah was juffrouw Treuzel. Het is ook echt heel warm in de auto, maar dat is ook wel weer lekker. We gaan nu naar Nadine op het idee brengen voor haar en de tante, dan boodschappen doen, waar ik echt geen zin in heb. En daarna gaan we naar mijn oma toe. Ja, want daar heb ik ook op het idee voor. En dan gaat Sarah even met oom fietsen, verder oefenen. Het gaat best wel goed. Dus... Mag ik zonder helm, mama? Nee, ik wil wel dat je met je helm fietst. Dat vind ik gewoon fijner. En ja, dan zit onze dag te aardig op. School is ook zo goed als af. Er zit één werkje en dat is bij oma aan tafel doen. Nou, prima. Ja, maar mijn rekening is ook niet af. Nee, die heb ik ook in de tas gedaan. Maar dat was ja, goed, maar ik ging bij oma lekker lezen doen. Ja, dat is iets wat je altijd samen met een leesjuf doet. En oma is dan mijn leesjuf en jij bent gewoon de juffrouw. Nou, ik ga even kijken voor de tozo, maar daar hoef jij je verder niet druk om te maken. Voor nu gaan we eerst hier even naartoe. Oh, wat een drama was het boodschappen doen. We moesten de kruidvatten in. Nou, echt, dan sta je al gewoon 10 minuten op een mandje te wachten. En niet eens omdat dat ze aan de capaciteit zaten, maar omdat ze nog niet klaar waren met mandjes schoonmaken. Nou, dan sta je weer bij de Jumbo in de rij. Echt, ik ben hier niet voor gemaakt. Maar goed. De rest van de dingen hebben we allemaal wel al weggebracht. Dus nu alleen nog bij mijn ouders. En dan zijn we klaar. En zo lekker weer de auto uit. Het is zo lekker weer buiten. Echt. Het is echt genieten. We zijn weer thuis. Oh, het lijkt donker. En ik heb mijn rolgordijn binnen. Ik ga nu gelijk even uitpakken en kijken of die past. Want ik heb in de gang nog steeds die andere gordijnen staan. En ik weet nog steeds niet of daar één of twee van terug moeten. Dus het wordt even heel spannend. Ik ga het even testen en laat ik het weten. Ik heb hem gekeken. Ik denk, ik heb de jas ook nog steeds aan. Maar het past. Ik ben echt heel erg blij. Dus dan kan die middengrote, die dus te groot was voor het zijraam, die kan weg. En dan heb ik binnenkort weer gordijnen in mijn keuken. Daar ben ik echt blij mee. Dat is echt
zo lang geleden en dat is er nooit van gekomen. Ja, waar dit soort periodes dan wel niet goed voor zijn. En dadelijk als Sarah weg gaat, ga ik dan even die andere inpakken. Dan kan die lekker terug. Ik heb weer ruimte in mijn gang, want het staat allemaal in mijn gang nu, omdat ik die in de woonkamer wilde hebben. Maar ja, ik wilde die grote ook niet ophangen en die ander dan al terugsturen. Want ik denk, ja, als deze niet had gepast, dan hadden ze alle twee terug moeten. Dus dat schoot ik niet op. Maar, past. Ik merk echt, gisteren was het natuurlijk echt, nou, het voelde gewoon zomer. Zo heet was het niet eens. Oh, de vaatwasser. Hij heeft een pauzestand en dan begint het een beetje verder te gaan. Maar ik had helemaal zo'n zomervibe en vandaag was het ook lekker weer. Maar niet zo lekker als gisteren. En ik merkte dan echt gelijk dat ik een soort winterblues gelijk weer heb. Ik weet niet wat dat is. Maar dat ik vind het echt stom gelijk weer, het weer. Maar goed, ik heb gewoon weer mijn dekje maar weer gepakt. Want ik vind het echt koud. En gisteren gewoon geen verwarming aangehad. En ja, s'avonds dan alleen trui, maar verder was het heel lekker. Ik ben lekker aan het richten weer. En nu denk ik dat ik gewoon zo even weer mijn grote oversized trui ga pakken. Want ik heb het gewoon best wel een beetje koud. En ik vind dat ik nog even een grote trui erbij moet kopen. Maar ja, aangezien dat echt truien zijn die ik echt alleen op de bank even draag. Of 's ochtends even aantrek. Soms moet ik 's ochtends ook, als het koud is, even snel naar het konijn. Om toch eten of drinken te geven. En ja, dan is het gewoon lekker. Maar ja, als die in de was zit, dan heb ik elke keer niks. Trouwens, die oorbellen eindelijk in. Toen kreeg ze ook heel moeilijk in. Want hij is net ietsjes dikker dan een gewone. Het scheelt heel weinig. En deze kreeg ik hem wel goed. Maar hier heb ik ooit een gaatje gehad dat fout geprikt is en een beetje uitgescheurd. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Maar het was heel lastig om in mijn gewone gaatje erboven te krijgen. Maar het is gelukt uiteindelijk. En ik vind ze best wel leuk. Sarah vond ze stom. Zeg, mama, het lijkt net een touwtje, maar het is het niet. Nou, oké. Ik ga even editen. En dan heb ik dat in ieder geval weer gedaan. En daarna, ja, we kunnen zo weinig, hè. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Echt zo vaag. Ik ben dus net geprikt op mijn knie. En ik weet niet of je het zo kan zien. Maar hier zit dus een bult. Maar hij is echt keihard, zeg maar. En het lijkt net alsof er een steen van binnen zit. En het jeukt zo. Het is echt een hele schijf helemaal zo. Ik heb wel eens vaker een muggenbult gehad. Maar dit gaat helemaal nergens meer over. Dus ik weet niet waardoor ik geprikt heb. Maar het doet gewoon, ja, het jeukt pijnlijk, zeg maar. En ik heb hem net al ingesmeerd. En het gaat niet weg. En het is echt bizar. En ik wil weten wat het is. Want kijk nou, hier omheen is het ook echt hele schijf nu in mijn been. Zo vaag. Ik ben er klaar mee vandaag. Ik ben zo moe. Oh, terwijl, ja, ik heb best wel een relaxe dag gehad. Maar toch kapot. Ik ben net al uitgedaan. Want ik zat even op de bank en dan zaten ze echt verschrikkelijk in de weg. Dus ik heb alles uitgezet. Ik ben echt toe aan dat zomersje weer. Vanmiddag was het al even lekker, maar goed. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.